Op zondag 22 mei ontving Sylvia Heijnen de eremedaille van de gemeente Aalten. Als oprichter en directeur van de Koppelkerk, de vrijplaats voor kunst en cultuur. Sylvia heeft zich vanaf 2015 onvermoeibaar ingezet en laten zien dat cultuur leeft in de Achterhoek. Sylvia was zeer verrast. Ja, ik sta nog helemaal perplex dat dat gebeurd is. Ja, nee, ik wist dat het een dag van verrassingen werd met heel veel lieve toespraken. En jullie vangen me ook net met alle betraande gezichten door alle lieve woorden die zijn gezegd. Maar die eremedaille, nee, die had ik echt niet zien aankomen. Sylvia, je had zoveel plannen. Zijn al je wensen uitgekomen? Er zijn veel meer wensen bijgekomen en uitgekomen. Wat het nu is, had ik helemaal niet durven hopen dat dat kon. Dus ja, om je vraag te beantwoorden, ja en nog veel meer. Ook jij wordt natuurlijk opgevolgd. En wat is je mening over je nieuwe opvolger Annemieke van der Hoek? Ja, Annemieke is nog een stuk jonger dan ik. Ik begon toen ik 27 was, inmiddels ben ik 34. En Annemieke is 26, dus die is piepjong, maar super ervaren al. En we hebben echt zoveel geluk met zoveel talent. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee dat Annemieke het stukje gaat opnemen. Kun je uitleggen waarom je deze keuze hebt gemaakt? Meerdere redenen, denk ik. Mijn woonplaats is eigenlijk Leiden. Ik kom oorspronkelijk uit Aalten, maar ik ben sinds 2006 in Leiden gaan wonen en daar ook altijd blijven wonen. Dus dat betekende in de praktijk dat ik eigenlijk 4 dagen in de Achterhoek werkte en 3 dagen thuis was. Nou ja, met een geliefde op de bank die je dan zo vaak moest missen en ik hem, is het op een gegeven moment na 7 jaar leuk om ook wat meer thuis te zijn. En ik denk, ik ben ook meer misschien een pionier dan dat je het voor altijd voortzet.